Idee von habe, ist, ist eine wahre, wahre Story, was ich all für Jahre vertelle für Menschen. Und ich habe dann so 2 Jahre geleden, über eine Nachweg, an Jan de Plessis, Karen Meiring und Marita Swanepoel von Kijknet und Mnet vertelle. Terwijl hulle net uitgerafel het op Oulap en toe het hulle na die tyd so 5 of 10 minute na die tyd na my toe gekom en Jan en Karen het hulle hande so oopgehou en gesê hier is die geld om Jan sê hier vir ons asseblief of hulle maak en dit was nie eenmaal die moeilike besluit want ek het die afgelope 30 jaar rustig met baie ander dinge aangegaan, ek het die hele ander lewe gehad, ek was nie meer een filmman. En toe ek besluit, nou maar goed, ek sal dit maak. En in die proces moes ek toe nou ontwaak, onder die boom waar ek geslaap het. En ek moes toe wakker word in die digitale wereld. Waar alles waarmee ek gewerk het as filmman vroeger, nie meer bestaan het, negatief, positief, Arriflex kameras enzovoort. So, eerstens moes ek toe nou nie net een nieuwe elektronisch digitale wereld ontdek, maar ek moes toe ook met nieuwe filmers saamwerk, jong filmers, wat nie my wereld geken het van vroeger. So ek moes hulle wereld leer ken en ook vir hulle saam neem op een reis op soek na die waarheid. En dit was een van die ongelooflike skepping van een kring van dromers wat die verhaal van Abraham moes vertel. So dat op die laatste aand toe ons vir mekaar groet toe het ons soos een groep van absoluut bezielde mense in mekaar sy arms gehuil. En ons het gewonder hoe dit gekom, dat die droom op die wolke gaan kom het. En ons allemaal aangeraak. Die beeldskepping van Abraham het nie die volgende gehad. Het geen belichting gehad, hoegenaamd. Daar was geen kracht op het. Daar was geen weerkaatsende materiaal geweest. Daar was hoegenaamd niks behalwe een camera en een driepoot. Niks anders. Daar was geen grimering nie, hoegenaamd nie. Niemand het enige grimering aan het. Dit is die ware werkelijkheid soos mense is. 8 uit 10 van die spelers het nog nooit in een film gespeel. Van die 8 wat nog nooit gespeel het, het was 6 nog nooit ooit of op een verhoog of voor een film. Ek het hulle gaan haal, ek het hulle gevind, ek het hulle gesoek. Ons het dit alles daar gedoen waar die verhaal afspeel. Selfs die audities is daar gedoen. Die vervaardigingskantoor van Gustav Kien is daar gevestig waar ons het geskiet het. Rico Latti, wat die ongelooflikste muziek geskep het en lirieke vir die verhaal, het 6 maande dag en nacht in die stof en in die son geloop en geskep en muziek en gelirieke. In die opsig is Abraham heeltemal een nieuwe verhaal wat na die doek toe kom, wat gestroop is van al die
hyperbole van dagse moderne technologie. En ons is net weer terug op die kwestie van wat sal ek sê, 1 miljoen jaar gelede, waar jy gesê, vertel my een story. Dis al. En as jy vir my vraag, wat dink ek van die jonger geslag, dan sê ek dat hulle ongelooflike potentiaal, maar ons het 'n geweldige tekort aan passie binnen in die filmbedryf. Eerlike passie. Wat ware verhale vertel, maak nie saak of het snaak of hartseer of wat dit is nie. Maar wat gestroop is van hierdie beheptheid met technologie.